Hoe heb ik mezelf voorbereid op de challenge? Ik had zelf niet heel veel tijd, omdat ik het heel druk had deze week. Maar wat ik gedaan heb, is ik ben eigenlijk gewoon de stappenplan doorheen gegaan. Heb zelf een kleine applicatie gebouwd in de BeamForm softwareomgeving. En uiteindelijk heb ik gewoon een beetje de informatie die we gekregen hebben geconceptualiseerd. Om het misschien ook sneller te kunnen toepassen zodra ik een nieuwe case krijg. Wat verwacht ik van de challenge? Nou, ik had al een case meegedaan bij Bearing Point. Toen hadden we niet zo heel veel informatie en we konden nog niet echt de software gebruiken. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat nu gaat. We krijgen een complexere case dan de vorige keer. En ja, ik ben gewoon benieuwd hoe dat daadwerkelijk uitziet. Want het fijne aan de Bearing Point software is daadwerkelijk dat je aan het eind een functionerende applicatie hebt binnen no time. En ja, daar heb ik wel zin in om dat te ontwikkelen.